Kijk, de buik is echt mega. Van deze cocktails, zonder alcohol. Hoeft het niet, merkt ze niks van. Maar juist omdat het trouwe kijkers zijn, raakt het me als het negatief is. Nu zie je het echt van voren, joh. Bizar, moet je nagaan. En dan is dit dus echt nog lang niet eigenlijk alles. Zie je hier dan nog een enorme tas met kerst? Nou, dag 2. Weer een plankje hoor. Deze is wel heel groot, hè? Ik denk dat de kleur echt goed is. Eerst de haar, echt in een zakje. Wow. Maar ik heb natuurlijk net een gesprek gehad over het feit dat ik tijd tekort kom voor al mijn plannen. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze charming opening van mijn weekvlog. Ik heb een druk dagje, ik heb de vlog nog niet eens geopend. Ik heb gesport, ik ga heel even wat boodschapjes halen bij de Maxis. En daarna moet ik als een gek naar huis, het is echt heel slecht weer trouwens. Ik moet een campagne filmen voor een video die morgen online moet. Dat is altijd lastig. Ik kan gewoon op maandag, dinsdag en woensdag niet filmen. Dan ben ik gewoon, ja, met werk, dat lukt gewoon niet. Dus het lukt alleen op donderdag en vrijdag. En ik had het pas vrijdag binnengekregen en toen was ik natuurlijk ziek. Dus het wordt een beetje last minute. Het is nu 12:30, ik wil het voor 3:00 opsturen. Dus ik ga even snel naar de winkel. Ik dacht ik ga een keertje eerder de deur uit, want dan heb ik vast lekker energie van sporten. Plus in de middag komt picknick bezorgen en crisp. Dus ik dacht dan ben ik gewoon lekker, het is ook slecht weer, lekker op tijd thuis. En dan moet ik dus die campagne doen, daarna moet ik gaan editen, een paar uur lang vlog. Huis opruimen en dat helemaal ready maken. Tas pakken en zo, dan kan ik morgen weer richting Zoetermeer. Ik had ook wel vandaag al gewild, maar ik ga morgen naar mijn vriendin en dat is ja, heel dichtbij wees. Ik voel me echt stukken beter. Ik zie er niet uit. Echt helemaal lijk. Maar ik voel me veel beter. Wel nog verkouden en komt ook door de zwangerschap. Heel veel snot en ook bloed in je neus. Dat hoort er een beetje bij. Maar stukken beter. Ik ben gewoon net zo laat naar bed gegaan als dat ik had moeten werken. En ik heb tot 8:30 geslapen. Wat echt voelde als heel lang uitslapen. Maar alsnog gewoon best wel op tijd opgestaan. Heel vaak wakker in de nacht. Maar wel weer in slaap gevallen. Dus het werkt. Het is nu al de vierde nacht dat ik niet echt last heb van rusteloze benen. Gisteren trouwens helemaal niet. Dus ik hou het vol allemaal. Daar ben ik heel blij om. Ja, dat is gewoon heel fijn. Er zit nu een Scapino bij de Maxis. Dus ik dacht ik ga heel even kijken. Maar ik zag op zich best wel veel leuke dingetjes. Maar ik denk dat ik dit niet ga kopen. Het is gewoon een jas. Maar het is niet warm genoeg of zo. Hij is sowieso te groot. Maar hij is reversible. Dus van binnen is hij dan zwart. Ja, dit is het gewoon net niet. Ik vind hem ook te klein. Ook heel lelijk. Very ugly. Ik kan beter echt speciale zwangerschapsdingen, want dit is gewoon niet mooi. Dus ik heb ruim een uur om de campagne te filmen en aan te leveren. Voordat ik had gezegd dat ik het om 3:00 zou sturen. Deze broek heb ik niet gepast, want ik had geen zin om een broek te passen. Die heb ik op de gok in een L. Ja, XL is vaak te groot bij broeken, maar ik ben natuurlijk wel zwanger. Oei, oei. Ai, shit. Oh, Charlotte. Hij is veel te klein. Oh, zonde. Ja, hoe hij eruit zag paste die, maar hij heeft heel weinig stretch. Als hij veel stretch had gehad, dat heb ik dus niet gecheckt. Dan moet ik hem dus terugbrengen. Hij is wel leuk, heel leuk. Want het is echt vet moeilijk om flarebroeken te vinden. Maar hij is te klein. Maar ik denk dat ik hem wel ga omruilen. Heel mooi stoffie voor 25 euro. Het is echt goede kwaliteit broek. Het is geen zwangerschapsbroek, maar ik denk dat als ik hem in XL is hij goed. Ik vind hem heel leuk. Oké, mijn huis is één grote zooi. Dit is dus donderdag. Vuilnis verschoond. Vaat 3 dagen niet gedaan. Chaos. Kijk, deze broek heb ik ook nog. Je zou denken, dit is dus, dat dacht ik. Mijn vriendin zei al, is niet zo. Van dit is top voor je zwangerschap. Alleen, je buik gaat ook hier zitten. Dus dan zit er dus heel een strakke band op je buik. En dat wil je dus niet. Dus ik moet echt zwangerschapskleren. Kijk, de buik is echt mega. Dus je denkt, dit is lekker. Dit zijn van die broeken die normaal echt tot je ribben kwamen van jeetje, wat hoog. Maar dat is nu gewoon niet meer lekker. Maar een grotere maat is ook niet lekker, want dan valt hij te groot. Dus je moet echt zwangerschapskleding. Het is geen, het is niet zomaar wat. Ja. It's really, really growing. Dit is diezelfde broek als die bloemenbroek die ik omaachtig vond. Dit heb ik dus ja, vorig jaar of zo op een soort vage webshop besteld. Vond ik dus niet mooi. Een heel dun stofje. Deze heb ik nooit gedragen. Maar deze zitten dus nu wel eigenlijk lekker. Dit heeft dus maar zo'n dun bandje hier. En ook een hele dunne stof, wat ik dus niet zo mooi vond. Maar dat zit dus wel lekkerder. Ik moet echt op zoek naar kleding, want dit zou ik gewoon niet dragen. Ik heb mijn buik nu al helemaal uitgezet, maar hij is echt wel groot hoor.
hoort ook bij 20 weken. Maar dit zit wel gewoon lekker, ook als chillbroek voor nu. Ik vind het heel leuk hoor, dat mijn buik groeit, maar dit vind ik dan maar niet lekker zitten. Want ik ben echt gevoelig hiervoor. Vooral nu ik zwanger ben, kriebelt dat heel. Zo, ik heb een campagne gefilmd en lekker wat warms aangetrokken, want het is echt heel koud. Ik zat te wachten op de postbode bij de deur. Ik kwam maar niet. En het is echt, hoe snel je het dan koud krijgt, is niet normaal. Maar ik kreeg dus een heel leuk mailtje van Tara van The Gift Studio. En zij volgt me op YouTube, ze woont ook in Zoetermeer. En ik krijg wel vaker mailtjes van meiden van, of bedrijven van, kan ik je wat opsturen? En ik vind het dus, ja, ik zeg er niet altijd ja tegen, omdat ik het ook niet altijd even leuk vind. Plus ik moet ook mijn brood kunnen verdienen met dit werk. En je wil ook niet alles maar de hele tijd gratis promoten, om het eventjes zo heel eerlijk te zeggen. Maar zij heeft zo'n leuk bedrijfje, The Gift Studio, wat ze volgens mij ook nog heel erg aan het uitbreiden is met allemaal hele leuke, met name heel veel leuke cadeauverpakkingen, maar ook een aantal hele leuke cadeautjes. En ik mocht bij haar wat spulletjes uitzoeken als ik het met jullie zou delen. Ik vond het wel heel leuk, ook voor de feestdagen. Ik heb dus wat dingetjes uitgekozen die ik zelf ga gebruiken voor Sinterklaas en Kerst. En ja, het zijn ook echt Charlotte producten. Dus ik dacht, hier zeg ik zeker ja tegen. Kan ik haar helpen met de promo? Kan ik jullie inspireren met een heel leuke webshop? Want hoe leuk is het om bij een wat kleinere onderneming te bestellen? En heb ik ook wat leuke cadeautjes. Dit is haar bedrijf, The Gift Studio. En ze had er ook een heel lief kaartje bij. Ik heb een kortingscode, Charlotte15, voor 15% korting. Dat is heel leuk, want volgens mij doet zij dit niet echt vaker. Dus een kortingscode is heel chill. Die kan je tot en met 22 december gebruiken. Kaartje erbij. Ja, dit zijn echt hartstikke Charlotte-achtige spullen. Dus ik zal heel even beginnen met de cadeautjes en daarna met de cadeauverpakkingen. Kijk, dit is natuurlijk iets wat ik in de winkel ook meteen zou kopen, met alleen al hoe leuk het eruit ziet. En ik heb het ook uitgezocht om de smaak. Dit is dus te gek voor onder de boom. Ik wil hem eigenlijk zelf houden. Volgens mij had ik deze bedacht voor mijn bonusdochter. Dat zij heel erg van mango houdt en ook lekker van thee. En dit is dan een iced tea. Ik dacht, misschien kan ze het ook wel gebruiken als basis voor bubble tea. Want dat doet ze ook wel eens. Ik hoop dat Tara haar webshop echt gaat uitbreiden. Dat het goed gaat lopen. Dat mensen lekker gaan bestellen. En dat het dan de perfecte plek is waar je dus hele leuke cadeautjes kunt scoren. En hele leuke cadeauverpakkingen. Want hoe leuk. Dit had ik ook willen hebben als webshop natuurlijk. Kijk hoe leuk. Die heb ik. Heb ik er nog één, maar daar heb ik er twee van. Omdat ik hem volgens mij ook voor mezelf wilde ofzo. Ik weet niet meer waarom ik er hier twee van had gedaan, maar ik vind die thee er zo leuk uitzien. Kijk nou hoe leuk. Hoe leuk zijn deze verpakkingen? Dit hoef je bijna niet eens in te pakken, maar als je dit uitpakt en je dit ziet, word je helemaal blij. Hele mooie thee. Ik ken het ook niet trouwens. Ze heeft trouwens ook hele leuke kaarsen, die heb ik niet gekozen. Ik ben voor de mocktailsticks gegaan, maar ja, die moet ik natuurlijk eigenlijk aan mezelf cadeau geven nu ik preggo ben. Maar deze verpakkingen zijn waanzinnig. Kijk nou. Hoe ontzettend leuk. Dit zijn dus eigenlijk een soort van die suikersticks. Maar dan met de smaak van deze cocktail. Zonder alcohol. Waardoor je dus roert in bijvoorbeeld bruiswater. En je dan dus een mocktail hebt met Cosmopolitan, Mojito en Formosa Martini. Heel benieuwd naar deze. Maar ik wil ze dus eigenlijk zelf. Maar we doen ook wel eens met Kerst en Sinterklaas dat we onszelf cadeautjes geven voor. Vooral met Sinterklaas. Want ja, Sinterklaas, you know. Kijk nou hoe waanzinnig dit eruit ziet. Die verpakking, ik ga hier heel erg lekker op. Geweldig. Als dit ook een pop-up store of zo zou zijn en je loopt hier binnen, dan wil je natuurlijk alles hebben. Ik heb ook drie soorten bakpapier. Zat niet voor Sinterklaas, maar wel voor Kerst. Dus ik heb deze. Die is dan ook natuurlijk weer waanzinnig mooi. Helemaal metallic met roze en groen. Kan niet wachten om te gaan inpakken. Ik ga dat trouwens misschien ook. Ik ga dit weekend denk ik deze vlog best wel veel cadeauachtige dingen aan jullie laten zien. Want ik voel me nu weer beter en ik ga naar Zoetermeer. En ik moet eigenlijk al een beetje gaan beginnen met inpakken. Ik heb ook deze. Wat ik aan deze heel leuk vind. Hij is dus best wel basic met kerstballen. Maar van binnen is hij dan roze toch? Ja, heel erg leuk. Dit is ook zo'n pakpapier die van binnen een printje heeft. Dus van buiten heeft hij hartjes. En van binnen heeft hij dan een patroon. Dat is ook echt super chic. En dan heb ik hier nog als laatste een zakje. Met wat kleinere dingen qua inpak. Ik dacht eerst van, oh nee, ik heb al zoveel pakpapier, wat moet ik er allemaal mee? Maar ja, de feestdagen komen er nu wel aan, dus ik kan het nu wel goed gebruiken. Kijk, twijfelde nog tussen roze en beige, maar ik ben beige, daar ben ik voor gegaan. Het is als het goed ook nog dubbelzijdig, hoe noem je dat? Aan beide kanten, ja, van binnen is hij goud. Dus hij is aan beide kanten mooi, heel leuk. Ik heb helemaal zin om die cadeautjes te gaan inpakken. Ik ben trouwens morgenavond alleen daar. Dus misschien ga ik morgenavond vast even wat dingen inpakken.
Ik heb dan ook hele leuke stickers. Die kan je dus ook kopen per 3. Dat is ook ideaal. Om op de cadeautjes te plakken. Daarvan heb ik er dan 12. Maar die kan je dus per 3 kopen. Dat vind ik ook perfect. En dat geldt ook voor deze. Dus die kan ik er aan doen met de namen erop. Oh, ik heb helemaal zin om dit te gaan doen. Ik ga het allemaal lekker meenemen naar Zoetermeer. Ik wil het eigenlijk daar laten bezorgen, maar ik dacht, ik weet er niet of ik thuis ben. Dus daarom heb ik het hier laten bezorgen. Maar eigenlijk gaat het allemaal morgen weer mee. En nog 2 hele cadeauzakjes. Dit zijn er volgens mij 10 per stuk. Deze algemeen. Dus die kan ik ook voor Sint gebruiken. Heel leuk. En deze is eigenlijk ook algemeen, maar die vond ik perfect voor de kerst. En als allerlaatste heb ik nog, ook bij de cadeautjesafdeling hoorde dit. Dit zijn bloemzaadjes. Dan heb ik hier succes zaaien. Nieuw leven zaaien. En geluk zaaien. En ik weet in ieder geval, mijn schoonmoeder vindt het helemaal leuk. Maar dit zijn dus ook gewoon super, super leuke cadeautjes. Je wordt je toch helemaal hebberig van. Ik weet zeker dat jullie het ook leuk vinden. Kan niet anders. Ik zou het heel leuk vinden als je een kijkje neemt. Dit is dus geen betaalde samenwerking. Ik heb deze spulletjes mogen uitzoeken. En dat is helemaal leuk. En ik ga het in een tas doen om mee te nemen naar de Sweet Lake City. Grappig, zij woont daar ook. Stuurt het nummer op in Weesp. Ik neem het weer mee naar Zoetermeer. Maar heel leuk. Ik hoop heel veel geluk en succes met haar bedrijf. Superleuke spullen. Dus dat komt vast wel goed. Ik ga nu even mijn vlog editen. Want het is al 4:30. En ik heb nog niks geëdit. Ik moet ook nog mijn huis schoonmaken en opruimen. Maar deze spullen zijn echt heel leuk. Ik was even gezellig met mijn bonusdochter aan bellen, want die is nu bij haar opa en oma. En ze had vandaag een spreekwoord en ik was heel benieuwd hoe dat was gegaan. En dat ging heel erg goed. Ik had het niet anders verwacht, maar dat is wel heel leuk. Toen zat ik even lekker te editen, maar ik zat net te editen en toen ging de bel, want ik heb boodschappen besteld. Ik heb wel weer dat ik net als vorige week iets heb van, zijn dit boodschappen ter waarde van 40 euro? Ik heb dan dus 30 euro met die 10 euro korting. Check dus de beschrijving. Geen samenwerking. Als je ook 10 euro korting wil als je voor het eerst bestelt. Maar ja, boodschappen zijn gewoon duur. Oh, deze heb ik erbij. Die is gewoon bijna een tientje. Joh. Dat is niet normaal. Ik heb niet heel veel besteld, omdat ik natuurlijk morgen weer weg ga. Maar ik dacht, ik bestel even wat dingen, zodat ik in ieder geval dat voor maandag in huis. Mijn wc-papier was op. Keukenrollen. En mijn bedoeling was om vanavond dan lekker weer te gaan cannelloni te gaan maken. En dat ik dat dan weer eigenlijk meteen kon gaan invriezen. Dat ik dan volgende week eten heb. Maar ik ben, ja, het is wel avond en ik ben nog zo druk bezig. Dus ik denk dat dat hem niet gaat worden. Hallo, mijn ouders waren net heel even 3 kwartier op bezoek. Dat vergeet ik dan weer te filmen. Dat is zo kort. Want mijn schoonmoeder wil graag een opklapbaar babybedje. En het liefst tweedehands. Dus mijn moeder had er een in de kringloop gevonden. Toen zei ze, zou ik die meteen even langs brengen. Ze kwamen ze na het sporten even gezellig langs. Camille theetje gedronken en toen moesten zij naar bed en moest ik weer verder editen. Want het is een hele lange vlog. Ik ben net 2 minuten klaar. Hij is nu aan het opslaan, maar dat duurt 1,5 uur. Ik dacht, ja, ik baal. Want normaal ga ik nu dus slapen. Mijn ritme is eindelijk goed. Maar ja, ik kan nu niet gaan slapen. Want dat is gewoon niet chill. Dat in de nacht moet uploaden. Dus ik dacht, ik blijf even wakker. Ik moet wel nog even een thumbnail maken. Maar ik denk, ja, weet je. Dan ga ik dus maar meal preppen. Nu ik toch wakker moet blijven, dan ga ik die cannelloni weer maken. Wat ik dus vorige week ook heb gemaakt. Alleen nu met een uitje erbij. Ja. Dan heb ik in ieder geval lekker voor volgende week 2 verse maaltijden weer. Dus ik ga even koken. Precies hetzelfde als vorige week. Lekker lazy, simpele manier. Ideaal. Dit ga ik voortaan altijd doen. Die courgette zo raspen. Perfect. Proeft het niet. Merkt er niks van. Ik vind de courgette heel lekker hoor, maar ideaal zo. Deze courgette is wel echt de helft kleiner dan die ik vorige week had. Maar ik heb nog spinazie over van vorige week, want ik dacht, daar ga ik een shake mee maken, maar dat heb ik niet gedaan. Ik maakte vroeger altijd spinazie smoothies en dat was zo lekker met banaan. Volgens mij havermelk, banaan, havermelk, spinazie, dat was het of zo. Meer spinazie. Hoppa, dit is echt heel handig. Je zou ui hier ook nog mee kunnen doen. Ik heb dus nu een uitje erbij. Ik ga ook nog wat van die verse knoflook die ik over vorige week erbij doen. Maar ik doe dit helemaal niet met liefde hoor. Ik scheur het dus ook niet. Eerst scheurde ik het altijd. Ik doe het gewoon zo.
in delen. Dan wacht ik even tot het een beetje gesloten is. En dan doe ik de rest erbij. Dat is letterlijk het. Heel leuk, maar het smaakt ontzettend lekker. Knoflookie. Grappig, hij begint al roze te worden, die knoflook. Hij was eerst helemaal wit, vers. Oh, sorry, Harry. Jeetje, stom. Dat heb ik dan weer niet in de gaten. Nu begint hij al donkerder te worden. Het begint nu al te drogen. Ik denk dat ik die teentjes er lekker zo doorheen knal. Ik heb geen zin om het te snijden. Het wordt gebakken, het gaat daar naar de oven in. Ik vind het prima. Lekker, joh. Dit pelt zo makkelijk. Nou, ik snij hem wel even iets kleiner. Hoppa. En ik ga nu mijn camera uitzetten, want wat was het een werk om al die keukenbeelden te editen. Zeg, jeetje, daar word ik echt niet goed van. Dus hup, weg ermee. Toch een smoothie gemaakt, want ik moest eigenlijk ook nog avond eten. Perfect. Oh, ik snap niet hoe dit zo lekker kan zijn. Dit is zo lekker. Er zit ontzettend veel spinazie in. Moet de andere helft voor morgenochtend bewaren. Heerlijk. Nou, hier de ricotta bij, dan is het eigenlijk al klaar. Dan zet ik lekker mijn serietje op en dan ga ik die rolletjes vullen. Kaas, saus erop. En dan, ik hoef niet in de oven, want ik ga het invriezen. Dus zo gepiept. En dan is de vlog hopelijk ook klaar. Helemaal top. Er komt wel heel veel vocht, maar ik ga het niet weggieten. Er zitten wel alle vitamines in. Dus. Ik heb nu weer even die dure ricotta. Goedkoper was niet leverbaar vandaag. Ja, helemaal lekker. Ook dat ik nu een uitje en knoflook erbij heb. Perfecto. Nog even lekker laten bakken. Het ziet er heerlijk uit. Vlogje zit op 3/4. Dit is 2 porties. 1. Even afmaken en klaar. Nou, perfecto. Hallo. Ik heb niks meer gevlogd. Ik ben bijna in Zoetermeer. Ik dacht, ik ga even niet vloggen. Ik was druk met mijn huis opruimen. En was niet zo blij, omdat ik voelde me eigenlijk weer wat beter. En ik heb dus gisteravond tot 1 uur gewerkt aan die vlog waar ik van baal. Want dat ritme wil ik zo graag houden. Dus ik baalde gewoon. En ik vond de beelden eigenlijk ook helemaal niet zo leuk. En het was heel lang. Maar ik denk, ja, ik ben wel dedicated. Dus ik wil het gewoon online hebben. En toen werd ik wakker. En toen waren er echt heel weinig reacties. En die reacties waren dus niet zo leuk. Gewoon van trouwe kijkers. Niet haat of zo. Maar juist omdat het trouwe kijkers zijn, raakt het me als het negatief is. Want ik denk van ja, dan zal er dus wel waarheid in zitten. Mega korting. Oh. Chill. Maar ik heb geen zin nu om te tanken. Je hebt alleen maar te zeuren dat de foto's niet goed zijn, dat je haar slecht is geknipt. En het is heel slecht voor je baby dat je zo negatief bent. En dat soort comments. En dat vond ik echt niet leuk. Of ik kijk je vlogs niet meer, want je bent zo negatief. Toen dacht ik even van wow, ik had echt niet door dat ik zo negatief was. Ik weet alleen dat ik 2 weken ziek ben geweest, bijna 2 weken. En weken niet heb geslapen en zwanger ben. En heel erg mijn best heb gedaan voor content. En mijn haar is ook gewoon echt verschrikkelijk geknipt. Het is echt belachelijk hoe het is geknipt. En de foto's zijn gewoon niet zo mooi. Toen dacht ik, oh jeetje. Ben ik te eerlijk? Had ik niet moeten filmen? Moet ik er wel een keer tussenuit piepen? Sorry, die ruitwissers. Dat regent niet eens meer. Wat ik nooit doe, moet ik wel een keer een break nemen? Ik werd echt heel verdrietig. Ik heb echt gehuild. Aangezien je dus zo je best ervoor doet. Ook als je dus ziek bent. Ziek van je werk, maar wel doorgaat met dit voor jullie. En dat er dan dus... Ja, dat het dan niet wordt gewaardeerd. Omdat je dan dus alleen... Het waren letterlijk 3 comments. Maar verder waren er geen comments. Behalve leuke vlog. Weet je, dan... Dat zegt niet zoveel. Dus had ik het even op Instagram gedeeld. Toen kreeg ik echt super veel lieve berichten. Met name privé op de DM trouwens. Het helpt mij heel erg als je onder mijn vlog reageert. In plaats van mij privé berichtjes stuurt. Helpt zeg maar zakelijk gezien. Maar emotioneel gezien helpt het natuurlijk sowieso als je mij berichtjes stuurt. Dus, maar die moet ik allemaal nog lezen. Dat is meer... YouTube lees je wat makkelijker dan je DM. DM moet je echt open. Dan staat er echt, ze heeft het gezien. Dus dan wil je er echt de tijd voor nemen. En ja, nu ben ik wel weer oké. Maar ik was daardoor zo verdrietig en ik kon niet meer slapen. Dus ja, veel te korte nacht gepakt. En dan ben je vandaag weer terug bij af. En ik baalde. Dus ik heb niet gefilmd. En nu vertel ik het alsnog. Ja, sorry, weet je. Ik ben gewoon real. En ik vertel dit gewoon. Dus inderdaad. Ik moet gewoon doen wat ik wil. En als ik niet ga filmen.
hoe ik ben en wat ik wil, dan hou ik dit werk ook niet vol. Er zijn best wel veel YouTubers die het niet meer leuk vinden of stoppen op mijn tegenzin vloggen. En dat heb ik nooit, ook niet als ik ziek ben. Ik hou ervan om van me af te kletsen tegen jullie. Maar in ruil daarvoor moet je dus wel alles accepteren. Dus ook de mindere. Maar iemand zei ook, ik ben al heel lang nu afgehaakt door die negatieve vlogs. Toen dacht ik, huh? Mijn vlogs zijn toch helemaal niet negatief? Dus nou ja, zo ga je dan echt mindfuck. Nu sta ik heel erg in de file. Ik doe er echt heel lang over om in Zoetermeer te komen. Maar ik vond het prima, want ik zit hier gewoon een beetje te chillen. Ik had een beetje Bonnie haar zwangerschapsvideo te luisteren. Ja, nu ga ik lekker naar Zoetermeer. Mijn bonusdochter is er vandaag niet. En Heel gaat naar voetbal, dus ik zie hem eventjes. Mijn schoonmoeder had gisteren heel iets lekkers gemaakt. Namelijk aubergine, courgette, tomatenschotel met schimmelkaas uit de oven. En toen zei ik, oh my god, als je over hebt, bewaar het. En Heel zei dat hij dus een halve schotel mee heeft, zodat we dat vanavond ook kunnen eten. Dus dat is heel lekker. Dan zie ik hem even van 6:30 tot 7:30. En dan gaat hij voetballen, ga ik lekker de Masked Singer kijken met Poesie op de bank. En picknick wordt bezorgd. Ik heb heel veel besteld. Mijn auto ligt ook vol met spullen, moet ik even uitladen. De zware dingen gaat heel even tillen. En morgen komen dan Koen en Henny borrelen met de twee kleintjes. Die vinden dat altijd helemaal geweldig, die kids. Niet die baby, maar die van ruim 1 jaar. Ik vind het helemaal leuk. En als zij er is, vind ik het ook zo gezellig. Mijn bonusdochter. Dus het wordt helemaal leuk. Ga ik lekker borrelen. Gaan we een linzensoepje maken. En ik zei tegen mijn schoonouders, komen jullie zondag anders ook borrelen? Want mijn bonusdochter is er in plaats van vanavond, is ze er zondagavond. Dat is heel uniek, want dan is ze er nooit. En ik zei, mij kennende is er heel veel over. Want ja, als je met zo weinig mensen borrelt, dan heb je natuurlijk voldoende aan bijvoorbeeld 2 kaasjes. Maar ik wil dan 4 kaasjes, want ik wil lekker variatie. Dus dan hak ik die lekker door de helft. Bewaar ik de rest voor zondag. Heb ik een extra linzensoeppakket besteld. Een vers pakket. En dacht ik, nou, dan eten we zondag gewoon lekker 2 keer hetzelfde. Zaterdag en zondag komen die op de borrel. Mijn schoonouders zijn altijd zo blij als we ze uitnodigen om langs te komen. Dus helemaal gezellig weekend. We gaan de commode hopelijk schuren. Het bed moet met een lift worden getakeld. En we willen ook een nieuwe koelkast. Dus we dachten, zonde om die lift nu te huren en bij die koelkast weer. Dus eigenlijk moeten we dat in 1 keer doen. Dus ik denk dat we gewoon op het matras blijven slapen. Maar ik ga wel lekker verder rommelen in de babykamer. En ook jullie wat dingetjes laten zien en filmen die ik nog niet heb gedaan. Omdat ik me nu weer beter voel. Ja, vandaag dus niet. Heel emo. Ik ging ook heel hard huilen onder de douche. Omdat ik zo erg blij was dat ik de vriendschap met die vriendin weer heb opgepakt sinds begin dit jaar. Dat we eigenlijk weer helemaal beste vriendinnen zijn. Nadat we elkaar dus bijna 4 jaar niet hebben gezien. En dat het zo vertrouwd is en dat ik zo dankbaar ben voor die vriendschap. En andere lieve dingen. En met mijn moeder. En gewoon allemaal hele lieve dingen. Ging ik helemaal omhuilen in de douche van geluk. Dus het is weer even zo'n zwangerschaps en moe emo ding, denk ik. En ja, ik blijf dit gewoon zeggen. Want ik vind het belachelijk dat ik dit niet zou mogen zeggen. Want ik deel mijn hele leven. En ik heb ontdekt dat je niet kan huilen terwijl je gezicht onder de douche staat. Dus ik was aan het huilen en dan ging ik mijn gezicht onder het water. En dan niet dat de tranen wegspoelden daardoor. Ik kon oprecht niet huilen. Dit zou je echt voor de grap eens moeten uitproberen. Dit is iets wat ik nu op mijn 31ste heb ontdekt. Het ging niet. En dan ging ik weer weg. En dan, want ik dacht, laat het even gaan, weet je wel. Ik heb nu ook knallende koppijn. Even huilen, even loslaten. Het is gewoon best wel een pittige periode. En ik denk ook als je mijn vlogs niet helemaal kijkt, dat je dat niet beseft. Maar ja, nu komt haar ook af en toe om het weekend naar mij. Maar eigenlijk is het iedere week of om de week is het alsof je op vakantie gaat. Al je spullen weer inpakken, je hele auto volladen, je huis netjes achterlaten, vuilnis moet weg, het moet schoon. Ook je huishoudelijke taken, dat je maandag weer in een net huis komt. En dan als je thuis komt, begint meteen de werkweek weer. Je enige vrije dag is eigenlijk de donderdag, waarop je ook moet sporten en werken en campagnes moet filmen. En je huishouden moet doen en eigenlijk allemaal dingen moet doen. Het is gewoon best wel druk en dan ben je ook nog zwanger en ik ben helemaal niet zielig. Maar het is gewoon wel veel en dan word je ook nog eens ziek, dan slaap je niet. Nou, het is gewoon pittig. Dus ja, ik kan hem er heel erg op verheugen als ik straks lekker gesetteld ben in 1 huis. Hoe erg ik ook van mijn huisje hou. Wat ik nu zit te denken is, zou ik toch even langs de stad, al heb ik echt totaal geen zin. Maar, oh. Ik moet echt zwangerschapskleren hebben. Mijn vader, dus we kwamen dus gisteren langs, die zei het ook, ja, je moet dat echt gaan kopen, anders baal je straks. En dat is echt zo. Ik zit nu al flink te balen. Zal ik de auto anders hier zetten? Ja. Ja, maar ik moet ook plassen. Ik heb het echt nodig. Dus ik rijd letterlijk langs de stad. Als het niet bevalt, kan ik altijd weer weg. Misschien heel even bij de H&M kijken.
Want dat bestellen vind ik gewoon absoluut niet chill. Ik ben best wel goed in zonder te passen en zo weten welke kleren ik nodig heb meestal. Maar je zag het gisteren al bij die flarebroek. Dat was dus een miskoop. Die moet ik terug gaan brengen. Maar die zwangerschapskleding vind ik heel lastig. Hoe dat werkt met maten. Dus ik wil het gewoon eigenlijk passen. En Weekamp is nog wel oké om terug te sturen. Omdat ze dus komen ophalen. Dus dat is fijn. Maar nu zit ik weer met die doos van die mega jas in mijn auto. En dan moet je die weer terug gaan brengen. En op die manier heb je altijd zoveel. Je denkt misschien, sommigen denken misschien, stel je niet aan. Ik heb echt veel meer aan mijn hoofd. Prima. Maar ik vind dat veel aan je hoofd. Je denkt, oh, ik moet die boete nog betalen. Oh, ik had een brief van de belasting die ik moet beantwoorden. Oh, ik moet het pakketje nog retour sturen. Het is gewoon nooit dat er niks is. En de parkeergarages in Zoetermeer zijn altijd zo ontzettend druk. Bizar. Nou, nu doe ik mijn camera uit. Want anders zit ik volgende week donderdag weer met, waarom heb ik zoveel gefilmd? Dat moet ik allemaal bewerken. Gaat hij weg? Oh, hij gaat weg. Dan wil ik heel graag in zijn plekje. Er zit trouwens heel veel gifstof op die geprinte kaartjes, hè? Ook op kassabonnen en zo. Ik sta nooit in deze garage. Heb ik zin? Nee. Maar ik weet dat het de rest van het weekend er niet van gaat komen. Dus chop chop, eventjes kleren zoeken. Met mijn fancy frisse uitstraling. Oké, het is lekker rustig hier, dus ik ga dit even passen. Ja. Dit is zo lelijk dat ik het niet eens wil filmen eigenlijk. Ja, dit is wel mooi, maar misschien omdat ik een L heb. Nou, dan nu toch een XL, maar dit is echt niet mooi. Ik hoef het niet eens te filmen, wat is dit allemaal? Waarom is het ook zo kort? Het is allemaal ja, dit is dus een broek die dus onder je buik valt, heel laag. Het is ook zo kort. Er moet ook nog schoenen bij. Ook echt verschrikkelijk. Ik snap niet wat de bedoeling is. Ik vind het allemaal echt zo lelijk. Dan zit deze broek die ik al heb ook echt duizend keer lekker. Ik hou van de TK Maxx mannenafdeling. Deze is wel heel groot, hè? Dit vind ik ook heel tof. Maar nee, dit is hem net niet. Omdat hij ook niet echt dicht kan of zo. Het kan wel, maar... Ik vind het wel heel leuk. Hi! Lekker meteen aanschrijven. Dit is dus echt heel lekker. Kijk. Yummy. Hi! Goedemorgen jongens, het is nog lekker vroeg. Ik ga eventjes voor mijn bonusdokter in ieder geval komt pas wat cadeautjes in pakken, want... volgende keer dat ik hier ben is het al 5 december. Dus ik dacht, dat is nu wel een good idea. Nice. Dit, het eerste cadeautje wat ik echt heel schattig vind. Het is een boekje met een squishy erop. Nog even kijken wat nou leuk is voor kerst en wat voor 5 december. Deze is echt waanzinnig. Geweldig. En ik heb een hele mooie roodtrommel. Een tijdje geleden al gekocht. Echt super leuk. She loves blue. En nogal wat kleine dingetjes. Misschien is dat leuker voor de schoen. Deze is ook heel leuk. Dit vindt ze leuk. En, hey, night mask met een scrubje. Deze zijn lekker. Dit is altijd een grapje. Vorige week hadden we nog wat leuke dingetjes gevonden bij de toko. Dit is ook een grapje. Dit is ook heel leuk. Ze houdt dus niet van glitter, maar ik vond deze sok wel echt heel erg leuk. Ook leuke kleine dingetjes. Deze. Oh ja, ik had nog een gratis rompertje bij de Zeeman gehaald. Je mag dus één gratis rompertje, dat is bijvoorbeeld deze. Dit vond ik grappig om hier de naam van de baby op te zetten, zodat er ook een cadeautje of zo voor haar onder de boom ligt of in de zak zit. En dit is onze traditie om elk jaar een hele frustrerende zeep te kopen die gaat zingen als je handen was. Dat is echt onze grap hier. Ook nog gewoon een leuk, grappig, klein dingetje. Oh, dit is een cadeautje trouwens. Wie gaat vanavond komen eten. Ook een beetje een om op mond van een grappig cadeautje. Dit hadden we ook nog. Voor kerst, ja, allemaal snackjes en zo. Gewoon van die leuke, makkelijke dingetjes voor erbij, weet je wel. En ik had dit voor haar, ik weet niet. Het leek me dus, dit is van dat spul wat je dan in de wasbak spuit en dan... Komt er vet veel gore troep uit. Maar je moet eigenlijk zoveel cadeautjes hebben. Oh ja, dit heb ik voor mijn bonusdochter. Een doosje met allemaal lipmaskers. Er moet echt nog ook wat meer voor
Ja, we zijn er nog lang niet. Misschien doe ik die mocktail sticks ook wel voor haar of zo. Misschien is dat ook wel heel leuk. Voor mezelf en voor haar. Oh, maar ik ga zoveel moeten inpakken. Ik heb dit gisteren bij de TK Maxx gekocht. Dat vind ik echt waanzinnig. Kijk. Je ziet toch heel vaak dat mensen salie of zo gaan branden in hun huis tegen slechte energieën. Nou, of je er nou in gelooft of niet. Ik vond het een heel mooi cadeau. Hier staat: Hello, your inner wisdom is calling. Energy cleansing fragrant herbs. En dan kan je dit dus aansteken en zo door je huis. En dan zit er dus een stokje. Salie. Toch, salie? Nee? Ja? En hey, Wizzy. Een edelsteen. Even kijken aan wie ik dit geef. Ik vond het ook wel leuk voor haar. Zo van, als we hier dan weer... Als met de baby dan eerst even het hele huis reinigen of zo. Deze is heel mooi. Deze was dan iets duurder. Hetzelfde. Maar als dit op is, kan je dus dit ook heel mooi bewaren. Hier zit ook een hele mooie paarse edelsteen bij. En een schaaltje. Dus dat vond ik dus een heel leuk cadeau. Maar ik moet even kijken wat ik daar extra mee ga doen. Ik wil in ieder geval even wat dingen voor mijn bonus op inpakken voordat zij komt. Deze heb ik ook voor haar. Ik heb dit dus in mijn huis van dit soort lange lucifers. En als hij bij me is, gaat hij dat altijd gebruiken. Vindt hij leuk. En ik vond deze zo chic voor de wc beneden. Ik vond het ook wel weer leuk voor mijn schoonouders. Maar ik doe hem gewoon voor haar. Oftewel, voor ons. En dan doe ik deze thee nog voor mijn schoonmoeder. En dan ligt de tafel hier dus echt helemaal vol. Bizar, moet je nagaan. En dan is dit dus echt nog lang niet eigenlijk alles. 3 uur later ongeveer. Nog steeds niet klaar. Ik ben het enige wat ik vandaag heb gedaan is cadeautjes inpakken. Ik vroeg even aan haar of hij een lekker roggebroodje voor mij kon maken. Dit was het resultaat. Ziet er echt super lekker uit. Yummy. Ik wist niet dat het zoveel werk was om cadeautjes in te pakken. En dan is dit nog niet eens alles. Dit is gewoon echt een mega tas voor Sint. En hier dan nog een enorme tas met kerst. Oké, even een snelle overview van alles wat ik heb gekocht. Pita broodjes achter, worstbroodjes, ik dacht dan hebben we iets warms, stuurbrood, dipstokjes, toastjes, kletsenbrood, truffelchips, worstjes voor de vleesliefhebbers, truffelsalami, serrano ham, guacamole, sweet pepper, labne, kaaspret truffel, nog de zwarte knoflookboter, deze, hele lekkere kazen, heel veel, en rauwkost, ik ben benieuwd, vooral veel kaas. Ik ook cute. Vet ook. Je mag wel praten, maar ik denk dit gesprek hoeft niet op internet. Maar oké, jongens, de plank. Ja. Lekker. Hoppa. En alle groenten en zo, andere dingen, heb ik gewoon los op tafel gezet. Tijd voor zoete snackjes. Ready? Zie je goed? Dit is onze heerlijke mega toetjes snackplank. Ik heb helemaal niet mezelf gefilmd, maar deze heb ik dus gisteren gekocht bij TK Maxx. Ik vind hem heel leuk. Ik ga nu slapen, want het is 11 uur en ik zit al een uur te gapen. Ik kan hier. Maar dat is super gezellig. Oh, mijn buik aan het eind van de avond, jongens. Jeetje. Zo bizar, hè? Wow. Een bakkie. Nee, het was echt heel leuk. En echt gek op die kleine ook. Maar jeetje, buik. Tof in de avond. Zo hard. Echt. Wow. Iemand zei, kan je bump updates geven? Maar ik film best wel vaak mijn buik, vind ik. Nu zie je het ook echt van voren, joh. Maar dit was mijn outfit. Het was heel gezellig. En ik ga lekker vast mijn skincare doen en zo. En dan lekker... richting bedje. Goedemorgen. We hebben de kast buiten. Nou, heel heeft hem getild. Want ik moet echt niet willen, want mijn nek is helemaal kapot. Blad er even af, zodat het niet zo zwaar is. Alleen, mijn idee is om hem dus helemaal licht te krijgen. Maar als ik dit zie, dit is onbehandeld. Dan denk ik, gaat hij wel licht worden? Want als je dus zoekt op zandstralen, dan krijg je dus allemaal hele mooie lichte houten kastjes. En dat wil ik dus ook heel graag. Maar we zeiden net van, kan dat wel bij elk soort hout? Wordt dit wel licht? Maar in ieder geval, ik kan niet helemaal vinden hoe het moet. Het enige wat ik heb gevonden is dat iemand het helemaal inspuit met ontvetter. En dat daardoor dus het waxlaagje er al een beetje afgaat. Dus dat ga ik maar proberen. En dan met de hand schuren die fijne dingetjes. En H heeft een schuurapparaat. En dan gaan we maar gewoon de rest schuren.
kijken wat er gaat gebeuren. We beginnen dan gewoon met de achterkant. Hij had dit al met de hand gedaan. Het wordt al best wel snel lichter. Maar ben je er nog lang niet hoor. Ik ga zo beginnen met dingen. Hawoud doen, maar ik zei ik wil het filmen. Dus ik ga dat ook even voor jullie filmen. Oh, dit heb ik helemaal niet gezien. Speentje. Hè? Ik heb gisteren echt een super schattig cadeautje gekregen. En ook echt een heel leuk tasje. Ze zei, dat vind jij ook heel leuk hè? Toen zei ik, ja dat vind ik ook heel leuk. Van Koen en Henny. Van Little Dutch. Dat is echt mijn favoriete merk. Maar het is dus een memory box. Het zit er even verkeerd om op. Maar dit is een box waarin je dus allemaal herinneringen kunt bewaren. Van je baby. En ze zei, ik vind het eigenlijk echt een kraamcadeau. Maar straks willen anderen het ook al geven. Dus ik heb het nu gegeven. Heel erg leuk. Ik heb er zelf nog helemaal niet goed naar gekeken. Want eigenlijk zat mijn woningzochter er naar te kijken. En ging toen de borrelplank maken. Maar dus een mooie doos die je echt kan bewaren. Heel erg schattig. En dan staat hier, this box belongs to. Datum en tijd en gewicht. Dus dat kan je er ook dan inschrijven. Dan zitten er allemaal dingetjes in. Om herinneringen te bewaren. Ik heb nog helemaal niet gekeken. Oh, wat cute. Woorden van je moeder. Dus dan kan je daar lieve woordjes in schrijven. Een neutraal kaartje. Handafdrukje, denk ik. Voetafdruk. Eerste foto's. Het is in het Engels trouwens. Ik wist niet eens dat Little Dutch Engels was. Ultrasound pictures. Ja, dat heb ik wel ook al in het echoboek. Maar eerste woordjes. En woorden van je vader. Kunnen we die neutrale misschien gebruiken voor woorden van je zusje. Zus, dat is ook wel leuk. En allemaal in die stijl van Little Dutch, wat echt super mooi is. Dan heb je hier my favorite pacifier. Wat is dat, pacifier? Dat is een zakje om het houdbaar te houden. Is dat speeltje of zo? Speentje? Jij dat pacifier? Ik denk een speentje. Mijn eerste paar schoentjes. Wel leuk, want anders vergeet je het om dit te doen. Hier een soort van neutraal kaartje. Ziekenhuisnaamkaart. Nou, ik wil in principe niet in het ziekenhuis bevallen, maar mijn favoriete outfit. Dat kan je dan labelen. Eerste haar, echt in een zakje. Dat heeft mijn moeder bijvoorbeeld in een boek geplakt, maar je kan ze in zo'n doos doen. Nog een neutrale. Je kan ook bijvoorbeeld, ja, mijn favorite cuddle toy. Dan kan je dus het favoriete speeltje bewaren. Maar dat doe je misschien pas echt na een paar jaar. Want ik denk dat je kind het heel lang nog wil. En dan hang je dus die kaart met een touwtje of zo denk ik eraan. En nog een aantal neutrale kaartjes. Wel heel leuk om zo lekker kleuterig mee bezig te zijn. Dit is een rolmaat. I'm growing. En dan heb je nog vier doosjes. Dat is wel heel schattig zeg. Ik ken het ook niet. Ik weet dat Lotte heeft zo'n kistje gekregen volgens mij van Sarah en Bonnie. Met dan Bobby's naam erop waar ze dan dus herinneringen in kan bewaren. Maar hier word je ook echt geholpen met wat je dan kunt bewaren. Eigenlijk heel simpel. Echt super leuk bedacht hoor. Dit merk. Tandjes. Little memories. Dus kan je zelf kiezen wat je erin moet doen. Wishes. Wensen. Je kan ook wel een beetje lekker creatief zijn. Met wat je zelf leuk vindt. En als laatste. Little treasures. Dus dat is echt iets waar je, nou ja, pas over een hele lange tijd eigenlijk mee gaat beginnen. Oh, hier kan je geboortekaartje plakken. Dus goed bewaren. Dat heb je eigenlijk echt pas over heel lang nodig. En dan doe je daar dus ook heel lang over om dit te vullen. Wel heel bijzonder. Je ziet je dan ook op het plaatje van de sloefjes, een speeltje, een jasje. Dat je dat dus echt zo bewaart. Heel schattig. En dan had ze deze nog gegeven, heel chill van Naïef. Een extra fun in het tub. Bedphone. Deze had ik dus niet gezien, maar een speentje. Nee, een extra grip coating voor op een flesje. En ik had haar, voor ze kwam, even een appje gestuurd. Of ze toevallig nog boeken heeft die ze niet gebruikt. Want ik koop dus heel veel zelf, maar boeken dacht ik, er zijn vast wel mensen die boeken te lenen hebben. Want wat moet je ermee als je het even hebt gelezen? En toen kwam ze met deze van de Vrije Geboorte. En positief over bevallen. Die vond ze allebei heel goed. Dus als ik tijd heb, ga ik daar ook even in lezen. Nou, dan ga ik nu die kast in sprayen. Hoe is je denk dat we elkaar gaan nat spuiten?
weet het. Kijk, dat bizarre verschil. Hij heeft deze met staalborstel en ontvetter dus gedaan. Nu nog niet. Moet je kijken. Zien jullie? Wow. Zo, mijn schoonouders komen over een uur. Hij is lekker met de kast bezig. Ik ga even naar de supermarkt, want er is gisteren echt heel veel opgegaan. Dat had ik niet verwacht. Dus ik moet even sowieso alle rookkosten opnieuw kopen. Dat gaan we dus weer borrelen. Maar er is zoveel opgegaan. Wel heel leuk. Dit is dus mijn lekkere nieuwe jassie. Ik ben helemaal blij mee. Ha, zit buiten lekker te schuren. En ik had dus nog een pakketje wat ik wilde laten zien. Wat ik heb gekregen van iemand die mij volgt. En haar moeder maakt het dus zelf. Boezie is helemaal obsessed. God. Kijk nou. Het gaat letterlijk op de kleding. Stout. Kijk hoe schattig. Helemaal zelf gemaakt. Vet mooi. Oemies. Helemaal met de hand. Heel lief pakje. Prachtig. Hallo? Poesie, mag ik even het filmen hier? Jo. Ik denk dat dit voor haar is. Schattig. Speenkort. Dit erbij gekregen. En dus dit hele schattige. Heel lief. Echt hele mooie stofjes. Zo, even kijken. Dit is allemaal open van gisteren. Dit heb ik nieuw erbij gehaald. Dit. Deze. Nieuwe rauwkost. Ik dacht, het is misschien ook wel lekker. Wow, dit heeft hij ondertussen gedaan. Kijk nou. Nog een beetje aan het drogen. Twijfel of het nog een keer moet. Geweldig. Bizar. Echt zo snel. Kijk nou. Dit heeft gewoon dezelfde kleur gekregen als de binnenkant van de la. Kijk, wanneer is de achterkant? Zo donker was het. Top. Nou, dag 2. Weer een plankje hoor. Ik vind hem eigenlijk mooier dan gisteren vandaag. Looking good. Kijk, lekker het linzensoepje. Broodjes. Weer hetzelfde als gisteren. Goedemorgen. Elke keer als ik hier opsta om 6:15 denk ik... Wat ik over heb voor de liefde. Ik heb een heus 3 minuten van mijn werk. Maar alsnog ga ik liever hier om 5:45 opstaan. 5:45 is wel echt veel eerder dan 6:00. Dan heb je gewoon een half uur. Het scheelt enorm. Mijn eitjes moeten nog 7 minuten koken. En dan is het precies half. Dus dan zorg ik dat ik helemaal klaar ben. Eitjes mee. Normaal doe ik de eitjes in de auto eten. Maar ik eet ze gewoon op mijn werk. Ik heb nu dat is weer havermelk, banaan, spinazie, havermelk. Wat ik gisteren al gemaakt, maakt gewoon nog prima. Ik maak even een matcha. En doe mijn kleren aan. Heel blij met dit ding. Het is wel een beetje lontig, zeg maar. Het is echt zo'n mannenjasje, maar ik vind het altijd heel leuk staan bij mezelf. Mijn bonusdochter zei, oh, wil je me nou wakker maken? Ik zei, je denkt nu dat je dat leuk vindt, maar je gaat blijer zijn als je gewoon op je normale tijd wakker wordt voor school. Het is hier nu dus, en dat is best wel bijzonder. Dus ik ga ze lekker laten slapen. Vroeger had ik nooit honger in de ochtend en nu is het gewoon nog niet eens 6:30 en ik heb zoveel honger. We hebben natuurlijk ook 2 dagen borrel met soep, dus dat is super vullend en lekker, maar dan heb je de ochtend nou wel echt honger. Oké, nou, ik vind het op zich wel lekker om een uurtje in de auto even wakker te worden. Oh, mijn bonusdochter. Mag het soms wel echt? Zee, ik was om 6:45 beneden. Ik zo, oh, ik ging om 6:45 weg. Ja, ik zeg, ik wil je gewoon niet wakker maken. Maar waarschijnlijk heeft ze dan de deur gehoord of zo dat ik wegging. Maar ja, weet je, het is ook als je iemand... Stel dat ik er dan had gezien toen ik wegging, ja, dan moet je ook echt weg. Dan heb je ook geen tijd. Dus
Daarom maak ik haar ook nooit wakker. Denk ik, ja, dan moet ik jou helemaal wakker maken om een kusje te geven. Waardoor jij voor je ja, natuurlijke slaap of voor je eigen wekker wakker wordt. Voor die ene seconde vind ik dan weer... denk je bent toch blijer als ik je laat slapen, denk ik. Heel in ieder geval wel. Maar ze baalde dat precies. Ik had er nog even een kus kunnen geven, dus. Maar ja. Ja, ja. Laat jezelf wakker worden is toch fijner, denk ik dan. Maar misschien ook niet, weet ik niet. Ik maak mensen liever gewoon niet wakker. Slapen is zo belangrijk. Ik rijd nu trouwens langs mijn huis. En normaal zou ik pas over een half uur de deur uitgaan, denk ik. Ik kan ook nu lekker gewoon nog even naar mijn huis gaan en me rustig daar opmaken. Maar ik ga het niet doen. Het is zo bizar dat je gewoon langs je eigen huis rijdt. Waar je een uur later pas wat hoeft op te staan. Maar goed. Ik ga me gewoon dus in de auto voor de school ga ik me opmaken. Maar het is pikken donker nog. Ik ben super vroeg. Ik ben over 1 minuut op mijn werk. Het is letterlijk 7:24 en ik ben over 1 minuut op mijn werk. Ik ben echt heel vroeg. Ik heb geen file gehad. Dus ik reed nu 4:05 weg. En normaal rijd ik om 41 volgens mij steeds weg. Het is dus wel echt beter. Eigenlijk moet je gewoon om 30 wegrijden. Of 34 prima. Niet later. Want ik heb nu gewoon geen file gehad. Het was wel heel druk op de weg. Maar ik heb nooit zachter dan 100 hoeven rijden. Vrijwel niet. Op de snelweg. Dus dat is echt top. En ja, vroeg op je werk is ook wel lekker. Lekker op tijd op school. Dus ik hoop dat ik niet hoef in te vallen vandaag. Dat hoop ik echt. Ik had natuurlijk vorige week met die man van het bestuur over gehad. Dat ik af en toe echt een maandag nodig heb voor die plannen. In ieder geval aan het begin en aan het einde van een periode van een plan, zeg maar. Dat ik daar echt de tijd voor moet hebben. Nou, ik ging dat toen ook bespreken met directie, maar ik heb nog geen terugkoppeling gehad. Maar om 7:00 ochtends moet je je dus ziek melden. En de directeur die mij laat weten of ik moet invallen, heeft niks gestuurd. Het is nu al bijna 7:30. Hè. Dus ik zit te denken, ga ik naar de Albert Heijn? Nee, ik ga niet naar de Albert Heijn. Ik heb geen kaas voor mijn roggebrood. Maar ik kan gewoon vanmiddag even lopen. Want ik heb nog een eitje. Ik zit best wel vol van die shake. Het is gewoon zo donker. Dan loop ik vanmiddag even naar de appie in mijn lunchpauze. Haha, daar zijn we dan. Ga ik me nu voor de school opmaken. Of ik doe het lekker binnen. Dat kan ook. Nou, de auto vind ik ook wel lekker. Wow, er is gewoon niemand. Meestal over 5 minuten of zo komen de eerste mensen. Maar ik wil niet de eerste zijn, want dan is het alarm erop of zo. Daar heb ik echt geen zin in. Maar ik zie al lichten bij de kleuters, dus ik denk dat er wel. Er zijn toch altijd van die mensen die al om 7:00 beginnen. Helemaal gek. Ik snap dat echt niet dat je dat doet. Ik begrijp er helemaal niks van. Wat dan komt er nu al nog een collega aan. Oh, ha. Ben er, ha. Oh, dat is mijn collega die ook voor de file. Komt uit Haarlem of zo. Die wil ook de file voor zijn. Dat is wel duidelijk. Oké, ik ga mij opmaken en dan gaat de dag weer beginnen. Die plakhoesjes zijn echt handig. Ik zit me hier gewoon weer lekker op te maken. Het is wel heel lekker om er op tijd te zijn, zodat je niet die druk hebt van, oh nee, ik ben laat. Maar ook nog die rust in de school. Dat is eigenlijk wel heel lekker. Ik vind het eigenlijk lekkerder op de maandag dan bijvoorbeeld de dinsdag, waarin ik pas om 7:55 hier aangelopen kom. Zo, ik ga naar huis. Ik ben zeker niet klaar met alles wat ik moest doen, want uiteindelijk was ik ook weer 2 uur. Andere dingen aan het doen op de gang met kinderen en zo. Ik moest uit mijn kamertje en dan ben je helemaal uit focus. Maar weer change of plans. Mijn leerlingbegeleiding, in ieder geval tot de kerst, gaat nu naar de maandag en dinsdag. Dat ik op de woensdag nodig ben in groep 3. Want een collega is van de trap gevallen en is al nu weken uit running. Dus mijn moeder... die is nu ook ambulant. Die is nu voor de maandag en dinsdag in die groep. En ik op de woensdag. Dus dan zijn mijn moeder en ik weer duo's. Maar ik heb natuurlijk net een gesprek gehad over het feit dat ik tijd tekort kom voor al mijn plannen. Maar ja, dit houdt in dat de uren van de woensdag naar de maandag gaan. De woensdag is maar tot 12:30. Maar betekent dat ik op de maandag dus maar tot 12:30 leerlingbegeleiding heb. Maar ze zei wel, mocht in de middag inval nodig zijn, kunnen we je daar ook nog voor vragen. Maar goed, dan moet ik niet nu al van tevoren gaan denken, oh nee. Dan moet ik gewoon kijken op het moment, als dat het geval is, moet ik gaan aangeven van jongens, ja. Ik heb net een gesprek gehad over dat ik het niet red. Nu red ik het al helemaal niet meer. Dus, maar het is heel veel werk wat ik moet doen. Ik heb het ook echt niet afgekregen vandaag. Maar goed, ik ga geen beren op de weg zien. We kijken wel. Dus woensdag, deze woensdag vervalt al mijn leerlingbegeleiding. En dan
ja, het is pas net bekend, dus ik heb die begeleiding niet vandaag kunnen geven. Dus dat is wel jammer. Maar woensdag sta ik dus al voor groep 3. Morning, ik heb weer een shakeje. Eén seconde later, yippie. Trouwens, de foto's zijn eindelijk gefixt, dus ik ben benieuwd, daar gaan we. Dan word ik gebeld als het goed is. Spannend. There we go. Honey, I'm home. Het was weer een goede dag. Ik was geïnfluenced door Rebecca en Lotte. Om een keer wat bij Charlotte Tilbury te kopen. Terwijl ik het merk dus helemaal niet ken, persoonlijk, qua gebruik. Maar het was toen dus 1 plus 1. Maar dan moest je dus 1 plus 1 van hetzelfde product. Dus ik heb het dus gekocht. Maar ik heb hem ingehouden. Maar kijk, ik heb dus een Airbrush bronzer. En ik wilde al heel graag weer een keer... Ik had altijd de Bobbi Brown Golden Light bronzer. En die is ook inmiddels bijna 50 euro belachelijk. En nu heb ik steeds gewoon zo'n soort Primark of Catrice bronzer. En vooral vind ik de verpakking slecht. Het zit gewoon open in mijn tas. Het gaat altijd kapot. Ik dacht, ik ga gewoon een keer... Wel spannend of het een goede kleur is. En de... Zit dat Lotte? Nee, Lotte heeft niet de matte. Die heeft een glitter, maar ik hou niet van glitter. Dit is toch ook heel bekend. De Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Dat heb ik gekocht. Wat is dit? Oh ja. Wel heel handig. Moeten we kijken welke skin tone je hebt. Laat ik hem even openmaken. Because I'm a beauty influencer. Ik had gewoon heel veel TikToks gekeken en gekeken wat ik dacht dat het goed zou zijn. Maar ik dacht dus eerst, ik ga voor 2 verschillende kleuren. En toen dacht ik, nee. Dan ga ik voor 2 dezelfde. Want ervan uitgaan dat het dus goed is, wil je dus 2 dezelfde kleuren. Want straks is het helemaal goed. En dan heb je dus eentje die je niet fijn vindt, eentje wel. En nu kan ik gewoon zorgen dat ik deze fijn vind. En dan heb ik er 2. Maar dan gaat het moeilijk open. Ik heb vanochtend dus mijn cannelloni uit de vriezer gehaald. Die ik heb ingevroren vorige week in de nacht toen ik... Ja, sorry, ik mol het hele doosje. Dus misschien heel respectloos, maar... Ik ga het doosje toch weggooien. Oh, dat is erg, hè, wat ik nu doe. Die heb ik vanochtend uitgehaald. Dus dan kan ik hem in de oven doen. Dan heb ik voor vanavond en morgen. Dat is echt een heel lekker idee. Dat is een interessante verpakking. Wauwie. Eigenlijk te mooi voor mij. Voor iemand die gewoon het make-up tasje overal mee naartoe sleept en zo. Waarschijnlijk gaat het helemaal lelijk worden, maar ja, ik denk dat de kleur echt goed is. Ja, ja, ja. Dit gaat goed zijn. Wauw. Dit is wel echt heel mooi. En een spiegeltje. Dit is wel prachtig. Ik ga ervan uit dat dit helemaal mijn kleur is. Ik ga hier helemaal blij mee zijn. En die blush gaat ook sowieso goed zijn. Nou, leuk. Ik ga al mijn Black Friday shopblog dingetjes met jullie delen. Wat ik heb gekocht. Het grappige is dus dat bijvoorbeeld de Action de Primark hebben dus ook dit soort dingen. En die verpakkingen zijn eigenlijk hetzelfde. Dus zoals dit is echt heel chic. Maar dit heb ik letterlijk ook van de Primark. Alleen ja, ik ga ervan uit dat deze kleur gewoon geweldig is ofzo. Deze kwaliteit. Hiervan heb ik dus ook beide kleuren hetzelfde gekozen. Goed dichtdraaien, want dit vind ik altijd ellende. Oeh, heel zacht. Ja, ik vind dat je met blush niet zo snel fout kan gaan. Ik heb eigenlijk best wel veel blush, maar ik draag elke dag blush. Dus ik vond het gewoon leuk om deze te kopen en ik wil de gratis verzending. Ik weet niet, we gaan het wel terugzien. Op mijn hoofd. Nou, helemaal leuk. Stond voor mijn deur. Ik dacht al, hoe kan het nou bezorgd zijn, want ik was niet thuis. Stond, het is bezorgd, maar hij heeft het gewoon voor mijn deur gezet. Dit is wel handig. Nu ga ik lekker chillen. Doei! Dit maakt mij zo gelukkig. Gewoon na een dag werken heb je gewoon een zelfgekookte maaltijd die je niet vandaag hebt gekookt. Oh, wat lekker. Met de stoelen. Want als ik niet te veel mag tillen, ga ik ook niet 28 stoelen van de tafel afhalen. Dat was een super leuke dag en een super goede dag en lekker snel. Nu heb ik dus maar een uurtje ook een pauze te houden en alles hier goed achter te laten. Want dan heb ik weer die Hart van Onderwijs workshop
Dan hebben we om 4 uur elke woensdag afsluiting met de directeur. Dus niet zoveel tijd. Dat betekent dat ik dus vandaag weer 0,0 kan doen voor mijn leerlingbegeleiding. Hallo jongens, het is inmiddels donderdagavond. Ik moest de vlog natuurlijk nog afsluiten. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Gisteren had ik ingevallen. Ging heel erg goed. Daarna had ik een mega drukke middag. Niet normaal. Dus lekker op tijd naar bed gegaan. Maar ik zie jullie volgende vlog weer. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je vorige week hebt gereageerd dat je het nu weer doet. Er kwamen echt heel veel leuke, lieve reacties. Nadat ik op Instagram had gezet over die minder leuke reacties. Dus dat waardeer ik heel erg. En het helpt me ook heel erg. Dus doe dat zeker. Reageer zeker. Ook als je denkt dat het niet nodig is. Dus je helpt me daar enorm bij. En dat zorgt ervoor dat ik dit kan blijven doen. En like natuurlijk ook. Abonneer en kijk volgende week weer. En volg me op Insta. En dat was het. Ik ben lekker bijna in Zoetermeer. In de file. Bye bye. Doei.